ben Henk Pilat en ik vertegenwoordig een samenwerkingsverband van 4 ontwikkelstichtingen in Friesland. Dat is de stichting Woordpiek, stichting Waddengoud, stichting De Marren en het Noordwinkelage. Die zijn bezig met een project, Zwiert, Soort en Zoon. En dat richt zich op de professionalisering van de streekproductensector in Friesland. Wat houdt nou een streekproduct voor ons in? Wij zeggen een streekproduct betekent dat grondstoffen die moeten uit een bepaalde streek komen. Het moet daar ook verwerkt zijn in die streek en het moet ook een duurzame productiewijze hebben. En al die dingen die moeten ook onafhankelijk geborgd zijn. Nou, dat is belangrijk en verder vinden wij ook van dat een bepaalde streek, typisch product, een bepaald voordeel heeft. Ons project staat voor duurzame economische ontwikkeling in Friesland. En daarom vind ik dat dit thuis hoort in het koffertje voor Duurzame Dinsdag. Waar wij naar op zoek zijn is dat er meer consumenten komen die onze producten gaan gebruiken. Dat er meer verkooppunten komen die de producten gaan verkopen of serveren. En dat er meer producenten komen die nieuwe producten gaan ontwikkelen vanuit dat uitgangspunt van duurzaamheid en streekeigenheid. Wij hopen dat we dat via de duurzame dates, dat we daar nieuwe bedrijven, organisaties, personen tegenkomen.